Ik kom uit Groningen en mijn kopje ook komt uit Brabant. Ja. Nederlanders zitten te veel volgens onderzoek. Wat vindt u daarvan? Ik denk dat het inderdaad zo is. Ja. Of je zit in de auto, of je zit op kantoor, of je zit bij moeder aan de keukentafel. Dus ik denk dat het wel zo is. En ik denk heel veel jeugd achter de computer of achter de tv. Vindt u dat een goede ontwikkeling? Nee. Ik vind het niet goed. Wij gingen vroeger nog buiten voetballen. Ja, en verstoppertje spelen en tikkertje. En je was veel meer buiten. Nederlanders zitten te veel. 8 uur tot 10 uur op een dag. Wat vindt u daarvan? Ja, ik vind dat niet echt normaal. Ik zou het niet kunnen zeggen. Ik fiets en ik loop veel. Dus ik weet niet wat een ander doet. En dat interesseert me eerlijk gezegd ook niet wat een ander doet. Maar wat vindt u van die cijfers uit het onderzoek? 8,5 tot 10,5 uur. Dat ze zitten. Wel veel. Zoveel zit ik absoluut niet. Wel, niet alleen Nederlanders, maar Belgen ook. Maar bewegen is heel belangrijk. In deze periodes is bewegen heel belangrijk voor de gezondheid. Ik vind mijn kleinkinderen bijvoorbeeld, die zijn in sportclubs en die bewegen wel veel. Ze worden wel met de auto naar school gebracht. Maar ik denk dat dat ook een stukje is wat de maatschappij weer spiegelt tegenwoordig. Omdat je veel met internet te maken hebt, met televisie. U zegt in feite, dat hoort bij de huidige maatschappij. Ja, dat denk ik wel. Maar je ziet ze allemaal gefixeerd zijn op een mobieltje. Of ze zitten achter de televisie of de computer. En in wat voor mate je dat doet, als je nog gaat wandelen of sporten. Als je maar in beweging bent, vind ik zelf ook belangrijk. Vindt u het te veel zitten verontrustend of zegt u, ach, het hoort nou eenmaal bij deze tijd? Nee, het is wel verontrustend. Ik bedoel, want je moet toch wel om handen hebben als je de hele dag zit. Ik zeg, ja, wat schiet je daarmee op? Zorg dat het weer veilig op straat wordt. Ja, als je hoort dat de oudere mensen s'avonds als het donker is niet meer op straat durven, het hondje uit durven te laten. Ja, is toch te gek voor woorden. Maar Nederlanders laten zich niet zo gauw de wet voorschrijven en die zeggen, dat is toch mijn eigen verantwoordelijkheid. Is ook zo, maar laat het zo zeggen. Ik denk dat heel veel mensen wel naar buiten willen, maar zich niet meer veilig voelen om naar buiten te gaan. Misschien komen ze erachter dat ze eerder qua gezondheid eerder in de problemen komen dan mijn generatie. En dat ze vanzelf eruit dan wel gaan bewegen. Heeft u de oplossing? Nee. Moet iedereen zelf uitzoeken. Nee. Welke gevolgen zou het te veel zitten kunnen hebben? Nou, ik denk dat iedereen een beetje op zijn plek moet blijven en dat je wereldje klein wordt. We zijn beide nog in sportclub om te bewegen en dat is heel belangrijk. En de veel jongeren die zitten heel veel uren met hun smartphone. Die hebben zij nog wel bij een sportclub, maar het aantal uren gemiddeld per week is veel minder dan wat wij vroeger deden. Nou ja, ik schrik van het aantal uren. Ja. Als de jeugd 10,5 uur... zitten doorbrengt en dan 8 uur slaapt, dan blijft er niet veel over om nog een beetje te bewegen. Dus daar schrik ik wel van, ja.